De opbouw van de kunstbeurs TFAF 2013 nadert zijn einde. Nog een paar uurtjes en dan maken de werkmannen plaats voor de dag erop, de keurmeesters. En als die klaar zijn, kan TFAF beginnen. Het stratenplan blijft hetzelfde, dus de stad blijft hetzelfde, maar er is eigenlijk totaal andere gangen en pleinen. Echt alles wat buiten de stand is, is eigenlijk vernieuwd. Hoger, denk ik, de plafonds. Ja, het is echt de ganghoogte zijn echt een meter hoger. Hè, en de pleinen nog veel hoger. Dus daardoor krijgt het wat meer adem. Mensen krijgen, ja, het is vol, hè, het is populair. De beurs der beurzen, die moet je gewoon lucht geven. Dat is een beetje de gedachte. Ja, TFAF is ook bekend vanwege de bloemenpracht. Wat is jullie plan voor dit jaar? Nou, de kater gaat onder andere, net als vorig jaar, weer lange Franse tulpen gebruiken. En die worden eigenlijk over de hele beurs weer verwerkt. In alle gangpaden. En ja, dat is weer een grote bloemenpracht. Hoeveel tulpen hebben we erover? Ja, als alle bloemen verwerkt zijn aan het einde van de beurs, dan praten we tussen de 125.000 en 150.000 bloemen totaal. Zoveel bloemen als die hier verbruikt worden, worden er eigenlijk bijna nergens verwerkt. En die blijven altijd fris, zo lijkt het, maar waarschijnlijk worden die toch een paar keer ververst gedurende de beurs. Dat klopt. Zeg maar zaterdag, dat is dus een paar dagen nadat de eerste bloemen weer staan, zeg maar, gaan wij weer de eerste bloemen verversen. En datzelfde gebeurt een aantal dagen weer, later weer. En dat moet dan 's avonds of 's nachts gebeuren, denk ik, dat verversen? Ja, dat gebeurt allemaal naar voor- of nasluitingstijden. Ja, zodra de beurs dicht gaat. Dan springen wij de beursvloer op en gaan wij de bloemen verversen. Dan houden we deze uit, ja? Ja. Werken jullie dit jaar alleen met tulpen of zijn er ook nog andere varianten? We hebben ook rozen weer gebruiken we dit jaar. Vorig jaar hadden we hele mooie cirkels met witte rozen. Dit jaar gaan we een mooie mix van kleuren gebruiken. Er hangt een heel prachtig kunstwerk. Van stof bij de ingang. Bij de ingang, de entree. En ja, die kleuren gaan we een beetje ook in de ronde cirkels gebruiken. Ja, naar mijn gevoel is dit wel de meest spectaculaire entree die ik ken van TFAF van die 25 jaar, 26. Het is echt geslaagd, vind ik. Het is royaal. We hebben de maximale hoogte van het gebouw gebruikt. En we hebben een spraakmakend kunstwerk opgehangen. Mensen komen vanaf dat snelwegen, dan komt hier aan dat MEC, is niet de meest elegante omgeving. En dan komen ze hier door de entree en dan moet er eigenlijk een mindclick komen. Er moet een soort switch komen van, oh ja, we zijn op iets heel speciaals. En dat proberen we hier in de entree altijd te creëren, elke keer weer wat anders. En dus, en daarvoor durven we hier bij de entree als enige plek iets spectaculairs te hangen. Ook een kunstwerk of een decoratief element. Wat de mensen even een soort switch geeft. Daartegen op de beurs zelf, dat is belangrijk, dat daar heeft de kunst van de handelaar, wat er te koop is, wat er te zien is, heeft de eerste plaats. En daar hangen we geen decoratie, zoals u ziet, dat is de hele aankleding, staat in dienst van de kunst. Maar hier gaat het om het wauw-effect. Hier gaat het om het wauw-effect, het moment van, we zijn er bij de TFAF. En dat gebeurt op het moment dat ze die deuren doorgaan, is er een andere sfeer. Het feest kan beginnen. Het feest kan beginnen, dat is het idee. Nou, we zijn hier in een typische vertegenwoordiger van de moderne sectie van TFAF, Ketelman Gallery in Brussel. En deze galerie doet al 20 jaar mee in Maastricht. So you do the contemporary art, you can say. What style you work, in fact, with your gallery? So we work with contemporary and modern. We do five shows a year.
I like to mix the 20th century. Well, Maastricht is, let's say, a very important fair, but what is the importance for you? Why you make the choice for Maastricht? Well, I think Maastricht is the most important fair worldwide. It brings you so many different people from so many different countries that you would never see in a gallery. Also, you showing works that you would not show in a gallery because there's no point for that. It's the fair to be. We've been thinking that for 20 years and it's still working. Do you have here some work you bring to Maastricht this year? Yes, I do have a work in my office that I bring, which is Yves Klein, the famous French artist who invented this blue color. So this work is from 1959. I think a year later, he made a patent of this blue pigment called the IKB, International Klein Blue. So it's his blue. So it's his blue, and you cannot copy it, even today. You cannot use it for No, absolutely not. So this is absolutely fantastic. I think he's maybe the only artist who's been able to do that. Who has their own color. Absolutely. In a way, it's maybe strange that nobody else can use a certain color. No, actually, you can use most of them, only not this one. No. Maybe you can imagine that, I mean, it's a wonderful blue, I think, but maybe you can imagine that some people think, okay, it's blue, but what is the art then? Well, I think it's, first, the blue is very electric. It's very rare. You don't see very often Klein. That makes it also very expensive. Since this is a small work, this is around, I would say, 200,000 euros. Yeah. But you have if you find a big, big painting, it's a couple of millions. And because you come so long already in Maastricht, you know a little bit the city, you are in fact part of the family, of the Tefa family, you can say it like that? Absolutely. You have your own restaurants, your own hotel? Yes, since, you know, coming there since 20 years, and I met my wife there about 15 years ago. Oh my she goodness. She was working for another gallery, and we're still together, so this is fantastic. But then the meeting was not during the fair, but in the evening. During the fair too, you know, while we were going in lunch. You know, so. It's not only business. No, it's not only business. I think the fair itself is not only business neither, because there are so many nice things to see there. It's also a social event. It's also a very social event, absolutely. Een van de TEFAF deelnemers van het allereerste uur is Marcel Nies, Oriental Art. De galerie is hier op de eerste etage, een grote galerie. En u zit hier al behoorlijk wat jaren. Maar bent hier niet begonnen eigenlijk? Nee, ik ben begonnen in Nederland, bij Eindhoven. Dat is ook de stad waar ik geboren ben. En de galerie was eerst in Eersel, Galerie de Ruimte. En sinds het begin van de jaren 90 ben ik hier gevestigd. Dat is altijd ook uw specialisatie geweest, of heeft zich dat de laatste jaren steeds meer toegespitst op een bepaalde richting? Van jongs af aan, toen ik echt nog een tiener was, was ik al enorm gegrepen door die kunst van Zuidoost-Azië en India en ook Nepal.
En daar heeft me eigenlijk nooit meer losgelaten. Hè. Het is nu inmiddels bijna 40 jaar geleden dat ik, ik wil niet zeggen dag en nacht, maar toch eigenlijk wel bijna daarmee bezig ben. En dat is ook iets dat wordt niet minder. TFAF is de belangrijkste beurs in Europa. Ik denk dat je ook wel mag zeggen in de wereld waarschijnlijk, op zijn gebied. En ja, het is een beetje je thuismarkt, om het zo maar te zeggen. Hebt u hier beelden staan die straks in Maastricht ook te zien zijn? Ja, in de kunsthandel weet je nooit precies hoe het verloopt met de beelden. Maar wij houden altijd een aantal van onze topstukken vast voor de beurs, die we ook daar voor het eerst gaan tonen. Als u hiernaar kijkt, dan ziet u een afbeelding van een bodhisattva. En in het boeddhisme zijn de bodhisattvas de figuren die het boeddhisme onder de mensen verspreiden. Het zijn als het ware de figuren die meeleven, of de goden die meeleven met de mensen. Het is een belangrijk historisch icoon. Niet alleen omdat het in terracotta is gemaakt, maar omdat het dateert uit de Gandhara-periode. En dat was in feite de eerste periode in de Aziatische kunstgeschiedenis waarin boeddhistische beelden gemaakt zijn. Hoe lang geleden was dat? Ja, dan praat je toch in dit geval rond de 4e eeuw na Christus. Maar zo'n beeld, is dat in ieder geval onder of boven een miljoen? Dan heb je toch een beetje een idee. Het is daar heel ver beneden. Oké. Okay. Heel ver beneden, een fractie daarvan. Oh. Daar valt u mee. Ja. Dit komt ook naar Maastricht? Dit beeld komt naar Maastricht. Het is ook afgebeeld in de catalogus van Maastricht. Het is een van onze belangrijkste beelden die we gaan tonen. Het komt uit India, Zuid-India. En in Zuid-India tijdens de Chola-periode rond de 12e eeuw, die periode kenmerkt zich door een hoogtepunt in de bronscultuur. Als u kijkt naar het beeld en u ziet van deze lijn tot de top, is dat beeld in één keer massief gegoten, als het ware voor de eeuwigheid, voor eternity. En zodoende deelt zo'n beelddienst in een tempel. Wat zijn uw verwachtingen voor de komende beurs? Dat is altijd moeilijk natuurlijk. Hè? Soms heb je economisch goede tijden en dan valt het voor een hoop handelaren mee. En voor sommigen toch wat tegen en andersom ook. Dus het is nu economisch een wat rare tijd. Maar bent u daardoor wat onzekerder of zegt u van wow, TFAF heeft daar niet zoveel last van? Er zijn natuurlijk altijd een hele hoop elementen die een rol spelen op de economie. Maar ik moet zeggen, de laatste jaren kenmerken zich door volgens vele mensen als soort crisisjaren. En toch zie je dat de interesse voor topbeelden of voor topwerken, dat die eigenlijk alleen maar gestegen is. Hè, je kunt zich ook een voorstelling maken, als iemand een som geld te besteden heeft, ja, je kan ermee naar een bank gaan. Die geeft daar niet veel voor. Nee. Hè? De waarde van dat van die som geld zal alleen maar minder worden, wat je ermee kan kopen. En ik denk, voor zover mensen heel zorgvuldig een goed huis kopen, of een stuk land kopen, of een heel goed kunstwerk kopen, waar ze, het moet dan heel goed zijn, en waar ze een correcte prijs voor betalen, ik denk dat dat nog altijd een heel goed alternatief is. In die zin ben ik ook heel positief. U komt hier, denk ik, wel eens vaker in deze galerie. Vrij regelmatig, inderdaad. Maar anderszins hebt u niet echt iets ermee te maken, want u bent niet een handelaar, maar juist aan de andere kant van de lijn, de verzamelaar. De verzamelaar, ja. En daar is die beurs in Maastricht eigenlijk voor bedoeld, denk ik. Inderdaad, ja. Fantastisch. Maastricht is voor mij een unieke opportuniteit om een wandeling te doen doorheen tijd, ruimte, kunststrekkingen, epoches en uw kennis te verbeteren en ook een manier om fantastische knowledge te kunnen opgaan. Mensen staan ter beschikking,
U kunt er vragen stellen, u kunt gaan snuffelen, u kunt uw oog trainen op dingen die je normaal niet zou gaan bekijken. Dus het is een, voor mij een fantastische opportuniteit om, om u te laten gaan in gewoon een esthetische ervaring in een fantastisch milieu. Dus ja. Ik ga er met heel veel plezier elk jaar naartoe. Het is een veelzijdig gebeuren, zou ik zeggen. Maar ik ga ook als koper, als investeerder. Mm-hmm. En dat vind ik dan toch waarschijnlijk een van de pluspunten van TFAF. Je hebt een zeker pedigree als je een stuk koopt in TFAF. Dus je hebt daar experts, je hebt een fantastisch vettingcomité die dan toch een stempel geeft op het stuk dat je daar koopt. Het wordt gepubliceerd. Ik vind dat dat is een van de pluspunten van zo'n TFAF gebeuren. Heel belangrijk, ja, ja. Vind ik. Ja. Dus het heeft voor u als verzamelaar een extra waarde als het stuk dat u gekocht hebt daar getoond is, dan daar is het gesigneerd door TFAF. Inderdaad, ja. En ik denk dat dat het grote succes is van TFAF. Ze hebben daar een pedigree kunnen creëren, een stempel over de originaliteit, over de provenance, over de fiabiliteit van het kunstwerk. En dat is toch vandaag zeker met wat dat er in de wereld gebeurt. Heel belangrijk dat je daar toch goed geadviseerd wordt en dat je dan die pedigree hebt. Want ja. De wereld loopt lego van namaakstukken en van stukken waarvan men zich toch kan afvragen of dat ze wel helemaal kosher zijn. Dus ik denk, kopen op TFAF geeft u dat pluspunt. Dat is duidelijk. We zijn hier bij een van de bekende namen van TFAF in de afgelopen jaren. En wel Axel van Voort. Een van zijn locaties, op het kanaal heet dit, in de buurt van Antwerpen. En zo heeft hij nog een paar locaties. Wat doet Axel van Voort? Die houdt zich bezig met heel bijzondere interieurs, maar ook met Oosterse kunst, met meubels, moderne kunst zelfs. En toch zit er een bepaalde lijn in. Zijn zoon Boris gaat dat straks helemaal uitleggen. Je ziet bij veel TFAF-deelnemers echt een heel nadrukkelijke specialisatie. Zelfs niet alleen in het soort kunst, maar dan ook nog in de periode. En jullie gaan eigenlijk een hele andere kant op. Dus dat kan blijkbaar ook. Ja, ik denk dat we misschien... ik denk dat ze de antiquaire, zoals die vroeger werd beschouwd, ja. Had inderdaad zijn ging veel breder dan vandaag de specialisten die typisch op TFAF zijn. Maar wij hebben dat eigenlijk zo vertaald dat wij specialiseren in het zoeken naar het tijdeloze binnen de kunst. Op een manier dat we steeds uit het verleden geïnspireerd zijn om te kijken naar de toekomst en ook naar het actuele. Met kennis bijvoorbeeld van de actuele kunst kijk je op een heel andere manier naar een stuk uit de oudheid. Hmm. En die dynamiek is echt wat ons drijft in het métier. Maar daarentegen ben je natuurlijk ook verplicht om voor elk vakgebied de juiste specialisten mee in huis te hebben en mee te laten werken en opzoekingen te doen rond die verzameling en van de inkoop tot en met verkoop aan belangrijke verzamelaars en musea. Ik zou me kunnen voorstellen dat bij een aantal deelnemers, handelaren, dat daar typisch collectioneurs komen voor een bepaald stuk. En dat ze misschien bij u komen voor een, ik wil niet zeggen een totaaloplossing, maar toch een combinatie van een aantal onderdelen. Om ook, er wordt wel eens gezegd van ja, mocht je ooit een kasteel erven, dan kun je het altijd laten inrichten door Axel van Voort, want die maakt er wat moois van. Ja, we hebben ook een bedrijf dat inrichtingen van huizen doet. Ja. Maar dat zijn kastelen of hedendaagse huizen. Maar steeds zal het voor ons heel belangrijk zijn dat kunst en kunstobjecten daar een belangrijke plek in hebben. Het louter decoratieve is waar we eigenlijk echt wars van zijn. En, ja.
Je bent geen interieurzaak. We gaan niet vanuit het oppervlakkige. We proberen gaan vanuit de inhoud van een verzameling. En als we met een klant in zee gaan voor inderdaad meer dan één stuk, dan zal er steeds een enkele voorafgaande gesprekken zijn waar we heel duidelijk de visie van de verzameling naartoe willen brengen. En er zijn ook klanten die daar steeds voor openstaan. Uw cliënteel reikt veel verder dan alleen België. Ja, we werken eigenlijk over de hele wereld vandaag. Ja. Beurzen zijn daar zeer belangrijk in. Ja. Omdat je op een plek als TFAF bijvoorbeeld, komen mensen vanuit de hele wereld en kan je juist jezelf ten opzichte van andere spelers op die markt een plek geven. En dat geeft de klanten enorm vertrouwen om te zien van bij wie je werkt binnen een bepaalde omgeving. Langs één kant en langs de andere kant toch wel bijvoorbeeld het keurmerk van TFAF. De belangrijkste markten voor ons zijn inderdaad Europa, Amerika en Rusland momenteel. Kun je zeggen dat het huis Axel van Voort levert tot aan Hollywood, bij wijze van spreken? Hè? Iets wat het publiek kan aanspreken. Er zijn veel verschillende filmsterren die klant zijn. We werken bijvoorbeeld samen aan een project nu voor Robert De Niro. Ja. Maar we werken voor Tom Cruise. Inderdaad, Hollywood heeft ons daarin gevonden. Ja. Ja, ja. Ja. Komen die uit interesse ook eens hier kijken? Of is dat in deze digitale wereld niet meer nodig? Die komen zeker heel graag kijken, ja. En die menselijke samenhang en die verstandhouding, als we het er straks hadden over spiritualiteit, ja, dan kan een foto dat maar heel beperkt doorgeven. En is het toch belangrijk om op bepaalde tijden elkaar te zien en de stukken in het echt te kunnen waarnemen. Hier zijn we in de tamelijk intieme galerie midden in Brussel van Patrick Deron. En hier vind je werk dat je kunt bestempelen als klassiek modern. Hallo, votre galerie, combien des années vous êtes déjà ici? La galerie a été créée en 1986, donc cela fait déjà plus de 25 ans que nous sommes ici à Bruxelles. Oh oui, et toujours dans le même style, le même genre? Oui, nous avons toujours travaillé dans ce qu'on appelle le moderne classique. Nous ne faisons pas le contemporain, mais le moderne classique. La période que nous couvrons va de plus ou moins de 1880 à 1980. Mais ça comprend naturellement un grand nombre de mouvements, de symbolisme, de surréalisme. Il y a des tas de mouvements dans cette époque, en un siècle, et nous couvrons la plupart de ces tendances artistiques. Oui. Avec des noms, par exemple, qui a fait ça, ici? Ceci est une œuvre de Paul Bury. Paul Bury est un artiste dont nous avons fait deux expositions, une rétrospective, véritablement, il y a quelques années, et une deuxième exposition également de ces fontaines au jardin du musée Van Buren. Paul Bury est un des représentants essentiels de ce qu'on appelle l'art cinétique. Ceci est une œuvre typique et historique, dirais-je, date de 1966 de Paul Bury. Vous voyez le mouvement, il y a toujours du mouvement chez lui. Le mouvement, ce qui est particulier chez Bury, c'est qu'il est imprévisible et il est lent. C'est l'ode à la lenteur également. Combien
combien des années vous êtes déjà à Maastricht? Maastricht se chiffre à ma 5e participation. J'ai eu une première participation dans la section de papier, Works on Paper, ah, à oui. l'étage. Ouais. Et après cela, je suis descendu et donc ça fait la 3e participation au rez-de-chaussée. Je peux vous montrer par exemple cette aquarelle de Léon Spillart, qui est un symboliste belge important, c'est un des grands maîtres du symbolisme. Voilà une autre œuvre encore que nous allons présenter à la foire. C'est une gouache de René Magritte de 1942, Le miroir invisible. Donc, à quel niveau on doit penser pour un prix, pour un travail comme ça? Écoutez, pour le moment, je ne peux pas encore répondre parce que je suis encore en négociation avec le propriétaire, mais ça représente quand même quelques centaines de milliers d'euros. Qu'est-ce que vous pensez cette année, parce que nous avons une situation économique un peu instable, mais peut-être ce n'est pas mauvais pour le monde de l'art. C'est toujours difficile à dire. Mais écoutez, déjà l'année passée, nous étions en période de crise économique, et les banques, etc., n'en parlons pas. Et les choses ont très très bien fonctionné l'année passée, de façon générale, je crois. Alors je prévois, j'espère que ce sera la même chose cette année. Et on a toujours suffisamment de gens avec beaucoup d'argent. Vous savez, l'argent se déplace. L'argent ne disparaît pas, il se déplace. Et quand on voit le public qui vient à la TFAF, en une heure de temps, vous pouvez très bien parler à un Coréen, ensuite à un Grec, ensuite à un Uruguayen. Je ne connais pas d'autre endroit au monde où c'est possible. Et vous êtes ici à Bruxelles avec beaucoup de restaurants, de bonnes adresses. Comment vous trouvez ça à Maastricht? À Maastricht est une ville où les restaurants sont excellents. Je crois que, je ne sais pas, c'est l'œuf et la poule, est-ce que ce sont les marchands finalement, la TFAF, qui ont, parce que les marchands, les collectionneurs sont des gens qui en général aiment bien les bonnes choses, aiment bien vivre, est-ce que c'est eux qui ont incité certains restaurants à venir? Maastricht déborde de restaurants merveilleux. D'ailleurs, je prends toujours quelques kilos quand je reviens de Maastricht.